Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe dag aangebroken. Het is vandaag donderdag 4 oktober, Dierendag. Ja, gefeliciteerd lieve diertjes. 4 oktober, Dierendag, ja ja. Nou, dan moeten we daar ook nog voor zorgen dat jullie wat extra's krijgen, ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenwolf. Dat, geniet ervan. Het is hier ook trouwens slecht weer. Maar ik was ook bezig te vertellen, 4 oktober en het is 4 minuten over 10. Ja. Nou, mijn hondje ligt dus op de bank. Die rode die is lastig, die wil erin en eruit omdat het slecht weer is. Want het niezert van dat hele fijne regen. Huishoudelijke zorg is ook al aanwezig, dus boven. Maar, ja, het is donker, sorry. Ik heb zelfs licht aan. Waar moet ik wezen? We zien het. Dat is, daar hangt de lampje. Scholen achter de andere lamp en de plant die brandt ook weer, dus ja. Maar Leander, of hoe zeggen jullie dat? Leander geloof ik dat het heet. Die is al aanwezig. Er staat, ik zal even mijn luikje omdraaien, kan ik het zelf even meekijken. Er staat daar een heel groot vrachtwagen met alles erin, erop en eraan geparkeerd. Nee, hier staat zo'n apparaat geparkeerd. Daar ginds verderop in de straat zijn rode schaarhekjes. En er staat ook een busje van hun. Dus ja, met voorbereidingen en weet ik veel, misschien zijn ze daar al bezig. En dat is morgen weer een paar huizen nemen. En dan... Dat is dinsdag hier al weer gaan komen. Oh, wat is het echt donker, papa. Zo, dat helpt nog niet. Ik kan het hier wel weer uitdoen. Maar ja, lampje aan. Zo. Je wordt gelijk zo bleek door zo'n lamp. Ja, ik ben niet bleek hoor. Nee, ik ben bruin. Maar doet er niet toe. In ieder geval, het is... Zoals jullie dus nou wel merken, geen prettig weer. Het zonnetje laat op zich wachten. Die komt denk ik vandaag, die blijft vandaag donker en triest. Maar ja, dat heb je. Nee, je gaat de herfst in, je bent in de herfst. En dan gebeuren zulke soort dingen. Maar in ieder geval, dus ik moet mijn hondje verwennen. Jullie moeten je dieren ook gaan verwennen als je dieren hebt. Ja. Anders is het niet leuk. Nee. Wel doen. Ik doe het ook. Mijn hondje verwennen. Ik zal even de snuffelmat op de grond leggen. Kan hij daar even mee bezig. En mijn poezenbeestjes ga ik natuurlijk ook verwennen. Hè? Ja, anders is het niet leuk. Nee. Nou, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En abonneer je op mijn kanaal. Ja, Corina Luisterburg, de jong Corina met IE. Kom je op mijn kanaal, dan staat er Corina en de Beestenboel. Ja, helemaal goed. Helemaal leuk. Kom er gezellig bij. Vergeet ook niet op het belletje te klikken. Want dan krijg je van automatisch via YouTube een seintje dat alweer wat geplaatst is. Nou, ik zou zeggen, doe dat. En geniet van alles wat je krijgt te zien. En zo heb ik ook nog een liefhebbende dochter. Karen van der Werf, die vlogt ook. En ook mijn zoon, Harald van Beek, die vlogt ook. En zo heel veel meer mensen die vloggen. Ja, maar ja, dat zijn mijn kinderen, dus die vloggen ook. Ga eens even gezellig bij hun ook een kijkje nemen. Ze zeggen, tot later lieve vrienden. Doei, doei. Ja, en daar ben ik weer eventjes retour. Ja, de huishoudelijke zorg die is alweer enige tijd weg. Maar ik kreeg nog meer bezoek onverwacht. Tenminste, wat heet bezoek? Het is eigenlijk geen bezoek. Hij komt één keer in het jaar. Maar ik ken hem al jaren. Ook hij kon mijn man. En hij is toen ook heel erg geschrokken dat mijn man er niet meer was. Maar
En was dat beneden onderhoud. Terwijl ik geen bericht van de woningbouw had gekregen, van de woningstichting, van dat er eentje kwam, van dat er beneden onderhoud kwam. Heb ik nooit niet gehad. Want anders had ik hem wel opgehangen, maar nee. Maar het maakt niet uit, hij is nou geweest en alles heeft hij weer nagelopen. Hij heeft de kachel ontlucht, geloof ik, weet ik veel. En heb er water bij gedaan. En ja, het is allemaal weer goed gekeurd voor het komende jaar. Dat. En Leander, die is knap bezig daar ook geen verderop in de straat. Enkel dat is niet mijn straat. Ik kijk er gewoon op. Het heet daar anders. En ja, ze zijn er best druk bezig. Dus ja, ik neem aan dat het Leander is. Er staat helemaal. Ja, ik zie het al. Het is niet Leander. Leander heeft het weer uitbesteed aan. Maar ik zie het. D-E-F. Infra, weet ik veel hoe dat heet. Ja, het staat ook al in de brief. Moet ik even de brief erbij pakken. Wat een monumento. Ik zet jullie even neer. Niet vallen, niet vallen. Niet vallen. Ja, dan val je, hè. Nou, dan moet ik je toch weer terugzetten. Sorry, Belori. Ik moet eventjes koekeloeren. Leander. Wij komen bij u langs. Hoepie. Moet het wel open willen, hè? Ja, dinsdag 9 oktober 2018. Van 7 tot 16 uur. Leander heeft de werkzaamheden uitbesteed aan de aannemer Stam & Co. Nuts Infra. Nou, Nuts Infra, dat staat op die grote vrachtwagen die op parkeerterrein staat. Ja. Dus, dat is het bedrijf die hier aan de gang gaat. Maar ja, ze zijn ook daar ginds bezig bij een aantal woningen. Dus ja, dinsdag komen ze bij mij. Dan heb ik geen internet, geen elektra, niks, nop en jendo. Ik moet maandagavond moet ik de thermoscarnaval met kokend heet water doen. En dan heb ik tenminste de volgende dag wel koffie. Ja, anders kan ik niet wakker worden. Zonder koffie kan ik niks, nee. Maar oké, het is 12 uur, zegt de klok. Klopt dat? Nou ja, een minuutje voor. Mag, dat mag. Ik heb het 59. Dus ja, dat is tijd voor een bakje koffie en een broodje. Ja, maar dat is nog even te vroeg. Rond een uur of half 1 uur vind ik het wel vroeg genoeg om een broodje klaar te maken. Maar nu zeg ik, geniet nog verder van je dag. We zijn met regen begonnen. Maar nu schijnt de zon. Althans, wel achter een wolkje verscholen. En bij toeval heb ik ook zo'n plaatje gemaakt. Ik laat hem jullie even nog zien. Is heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Zo, dan moet ik hem even weer omdraaien. Hoe doen we dat? Zo. Nou, dan zal ik hem even voorlezen. Na regen schijnt altijd weer de zon. Zoals vandaag het al begon. Zo niet, wees dan zelf de zon. En geniet van de dag met een stralende lach. Nou, toch leuk of niet dan? Ja, vind ik van wel. Maar oké, we zullen wel weer regen krijgen. Want de lucht begint daar alweer donker aan te komen. Dus, ja, regenzon. Het is in ieder geval niet echt koud. En daar ben ik wel blij. Maar oké, vrienden, lieve vrienden, geniet ervan. En tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 6 uur. Het is voor een heleboel al etenstijd. Die zitten al te eten. Ik ben dus vanmiddag even weg geweest. Die regenpak heb ik teruggebracht. Ik heb geld teruggekregen. Ik heb even een
Ik had de git gehad en ik had andere dan die ik normaal heb, want die ik normaal heb, die was er nog steeds niet. Ik ben op schoenenjacht geweest voorbij mijn jurk die ik met Karin en Roderick hun bruiloft aan zal hebben. Maar ik kan momenteel nog geen schoen vinden. Nee. Maar ja, ik hoop dat het toch binnenkort wel lukken zal. En dat ik dan wel wat leuks kan vinden en wat ik aan kan hebben. En anders, ja, sorry, balori, doe ik mijn laarzen eronder aan. Is wel zo warm ook voor 11 december, ja. En dan hebben de anderen maar pech. Ja, ik moet erop lopen en het moet wel goed zitten dat ik niet te veel pijn krijg. Want ik kan mijn booster niet meenemen, ik kan deze stoel niet meenemen, dat gaat gewoon niet. Dus ja, ik moet het denk ik maar met mijn stok doen. En daar een stoel daar, ja, verder niet. Dus ja, we zullen het beleven. Maar zover is het nog niet. Ik hoop dat ik nog wat leuke schoenen tegen zal komen. Maar dat zien we dan wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie eten. Ik ga eventjes ook wat voor mezelf doen. En daarna ga ik voor mijn diertjes zorgen en voor mezelf. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik zit weer klaar met mijn schort, omdat ik ga zo mijn eten klaarmaken. Maar ik moet eerst even wachten op mijn hondje, want die is buiten bezig. Dus daar wachten we even op voordat ik voor mezelf ga beginnen. Ik heb mijn pacemiddel klaarleggen. Nou, zometeen even een bord pakken en mijn bestek pakken. En dan zal ik mijn eten opwarmen. Nou ja, de soeppan die staat al op, daar zit een stukje vlees in. En ik heb hier een mix met groente en rookworst en een sippeltje en een champignonnetje. Nou, dat moet ik straks gewoon nog even opwarmen. En dan is dat ook klaar. Dus ja, geen omkijken naar. Ik hoef niet uitgebreid te koken. Is niet nodig, nee. En ja, zo triest de ochtend begon. Zo mooi eindigt de dag. Want ja, de zon die heb geschenen en het is een hele mooie strak blauwe lucht geworden. Met hier en daar een streepje van de vliegtuig. Maar voor de rest is het heel erg mooi. Ja, en de bomen beginnen dus ook al een beetje te kleuren. Dus wie weet kunnen we met het weekend even ontdoor. En dan zien we wel wat we doen gaan. Ja toch? Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. Geniet daarvan. Ja, met veel liefde. Voor iedereen. En voor later, zal ik zeggen. Welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Een hele goede middag, lieve vrienden. Ik wens jullie als eerste weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Nou, eentje ligt er hier achter me. En daar zit er eentje. En de verkeerde zit op de vensterbank in de keuken. Dat is eigenlijk haar plekje. Maar ja, dat doet er niet toe. Nee hoor. Ze wisselen wel elkaar eens af. En waar de kleine meid is, ja, ook ik weet dat niet. Ik hoop niet dat ze buiten is, want ik heb de deur op zo'n klein kiertje. Dan kan zij niet door. Maar ik zie haar niet lopen. Het is wel prachtig mooi weer. En niet koud. Het is heerlijk. Maar oké, we leven dus op een vrijdag. Weet ik nog niet de hoeveelste. Dan gaan we zo kijken. Ja, het is de vijfde, het was gisteren dierendag, is ik zo, dus nou heet de vijfde. En het is 6:56, ja, ook dat nog, 6:56, nou ik zie, oh, ik zie er al, ik zag een staartje. Hallo, miauw, ook een goede dag. Hé, ook een goede dag. Ja, ze is dus weer terug. Hé, ja nou.
Hallo. Of je lekker gaat koken. Nou ja, en het is dus vrijdag en straks komt Astrid weer. En ik ga zo meteen eventjes kip. Eventjes. Kippenvlees. Kipfilet. Kruiden en bakken in de koekenpan en daarna gaat het in de soeppan. Ja, dat vinden we lekker. Gewoon de ouderwetse manier zoals het vroeger werd gedaan door onze ouders en voorouders. Ja, ja. Dat is heerlijk. Nou, koffie schenken, tenminste water. Dan hoop ik niet dat ik me weer verbrand van gisteren. Dan krijg ik gloeiende hete damp over mijn rechterhand heen. En dat heb ik gelijk aangepakt. Het is nog een klein beetje rood, maar niet onzwaardig. Ja, je voelt het wat trekken. Maar ik heb er vannacht, tenminste gisteravond, gelijk zelf op gedaan. En pleisters erop. Het is eigenlijk op twee plekken gekomen, die damp. Het is vanaf onder mijn pink naar mijn pols toe. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat is een beetje rooier. Maar het had erger kunnen zijn. En ik heb hele goede zalf. Je kan het wel kopen, denk ik, vermoed ik. Maar bij een apotheek, niet bij een drogist. Want ik had ooit zalf gekregen. Zal ik jullie die ook laten zien. En die heb ik nog gebruikt. Meer dan 20 jaar geleden heb ik die gekregen in het ziekenhuis. Na de bevalling. Van mijn jongste dochter, Katja. En toen had ik ontzettend veel pijn in mijn rug. Overal trouwens, ik kon de weeën niet opvangen. En vooral niet in mijn rug. Dus ik kreeg een warme kruik in mijn rug. Zo'n rubberen. Had ze een handdoek omheen gewikkeld. Maar de hals was bloot, werd mij later pas verteld. Dat ik had een brandblaar van Here to Yesterday op mijn rug. En toen kreeg ik deze zalf. Flambazine. Nou, die is zo goed als op. Dus ik heb eervorig jaar alweer eens een keer bij de huisarts een nieuwe gevraagd. Waar ik deze mee. Hij zegt, nou, je kunt toch brandzalf bij in de winkel kopen? Ik zeg, ja, ik zeg, maar dat is niet de goeie. Ik zeg, want dan blijf je littekens houden. Ik zeg, dat wil ik niet. Ja, hij zegt, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar hij zegt, deze, dat. Bestaat niet meer. Oké, dat gebeurt wel vaak. Ik zeg, maar dan heb jij wel een vervanging ervoor. Jawel. Moet ik hem even goed vastpakken, anders zie ik nog niks. Ik wil niet, deze tube is iets smaller. Sulfadiazine. Die kreeg ik toen. Nou, die heb ik nog niet gebruikt. Nee, maar ja, mijn mannetje, vanwege zijn spierziekte, was hij aan het klungelen. En door dat geklungel verbrandde hij zich ook wel eens. En ja, hij bleef altijd littekens houden. En hij wou er ook wel eens vanaf. Ja, oké, daar ben ik er heel mee eens. Dus heb ik bij hem wel eens een keer die zalf gebruikt. En geen litteken. Dus ja, geweldig toch? Dus ja, moet je brandzalf hebben, dan kijk je je arts maar lief aan. Simpel zat. Is ook ideaal voor je kinderen. Simpel. Nou, lieve vrienden, ik ga een broodje klaarmaken en ik ga vlees bakken. Dus ik zie jullie later. Doei. Nou, ik heb de kip al klaar. Ja, die zit al lekker in de soeppan. Ik zal even de pannenlap erbij pakken. Ja, ik zit gelukkig nog hoog met mijn stoel. En ja, het is dat je geen geurcamera hebt, maar dat heb ik al te vaak gezegd. Maar heerlijk! Ziet dat eruit? Ja. Eventjes een aantal minuutjes laten sudderen. En dan kan het uit. Ja. Dat ik denk, ja, mooi gedaan voordat Astrid nog komt. Normaal, ze komt altijd dan weer om 12:30, dan weer om 1:00. Het is bij haar verschil. Maar in ieder geval, ze komt, want ze wou spruiten eten. Nou, ik had die ingevroren, twee zakjes. En nou heb ik
dat er gisteravond al uitgehaald. Dat is dus al gaar. Nou, dan is het vanavond nog eventjes. Dat even weg. Dan moet ik even graaien. Dat is één, dat is twee. Nou, er mag nog wel eentje erbij, want kijk, deze is zo klein, dat stop ik achter mijn holle kies. Deze is weer wat groter. Nou, dan gaan we nog proberen te graaien. Even graaien, graaien, graaien. Kijk, nou, doe ik er drie erin. Zo, dat leg ik ook al daar neer. Nou, en wat moet er dan nog meer bij? Nou, wat denken jullie? Ik heb nog... Ja, val. Gaat goed met me. Wat champignonnetjes, dat gaat er nog doorheen. Zal ik gelijk de deksel even pakken. Die ligt nou op de grond. Doen we die er weer even op. Zo. En dan hebben we nog... In deze la, onderop, spekkies. Nou, één bakje heb ik genoeg, zijn er twee. Nou ja, haal ik er even één eraf. En die gaat dan in mijn koelkast. Zo, nou, dan zet ik jullie even hier gezellig neer. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Nee dus, dan wordt het donker. Gaat goed, hè? Nou ja, zo. Hey. Je bent erbij, maar je bent afgeleid door andere dingen en meneer die begint weer. Gelukkig op tijd. Pas op, hè. Dan maakt hij gewoon, bijt hij ze gewoon kapot. Maar meneer heeft nog steeds last van zijn oren, dat wil niet over, dat is chronisch. Ik doe het iedere dag, maak ik het schoon en zalven, maar ook de dokter die wil het, krijgt het niet meer gedaan. Dat zit gewoon, ja. Hij wordt ook oud. Hij is ook 10 geweest. Dus ja, in principe worden deze honden een jaar of 12. Zoiets. 10 tot 12 jaar. Wat ik gehoord heb hoor. Ik weet het ook niet zeker. Ik hoor het ook van horen en zeggen. Nou, ja hè. Hij is een tweeën. Nou, hebben we dat ook. Doe die weer even in de koelkast en dan ben ik klaar. Zo, gaat goed. Zo. Nee, mijn hondje is hoe dat er gaat niet echt lief bezig. Nou ja, wat doe je eraan? Kom je eens even hier. Kom eens omhoog. Hallo. Kom eens. 1, 2. Ja, 1, 2. Dan doen we nou zo stout. Hé, mag ik dat? Nee, ja. Dankjewel. Nou, oké. Ook weer gehad. Maar oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Ga ik ook proberen te doen. Zo, gelijk op de bank. Ook goed. Dus ja, maar ik ga verder. Ik moet even nog het een en ander doen. Ik ga eventjes proberen voor de pc te komen. Voordat Astrid is. Hier is het netjes. Hier ligt een krant, maar ja, die zit ook wel even normaal door te kijken. Dus. En daar heb ik ook wel eens meestal vragen over. Staat er ook wat er nog te doen is deze maand? Ja, 31 oktober. Kijk, zeg ik een beetje lezen dan ik. Bij mij beginnen alle lettertjes te dansen. Vooral in een krant, et cetera. Als ik echt gelezen, een boek gelezen. Vroeger, ik had een leesmanie. De doktersromannetjes las ik altijd op mijn bed voordat ik ging slapen. Maar dat lukt me niet meer. Dat begint allemaal te dansen. En ook in een krant of wat dan ook, dat begint te dansen. Ja, ik heb al genoeg op Facebook met al dat gelezen. Dus
Vraag ik aan Astrid, is er verder nog wat te doen op buiten Halloween om? Ik heb al een heksenmuts, dat weten jullie. Vandaag of morgen ga ik als heks. Ja, doen we. Gewoon gek doen. Moet kunnen. We leven maar één keer. Toch? Ja, we leven maar één keer hoor. Ja, oké, we krijgen nog een leven hierna, maar dan ben ik dat niet meer. Mijn geest dat blijft zweven, mijn lichaam dat treed ik uit en ja. Mijn geest dat gaat wel naar boven toe, maar hoe en wat God met ons in petto heeft, ik weet het niet. We merken het wel. Ze zeggen, tot laters. Nou, goedenavond lieve vrienden, ja, daar ben ik weer. En ik was er al eerder, maar toen zei mijn accu, ik ben leeg. Ja, afgelopen nacht niet aan de lader gehad en dan heet dat. Astrid is dus al heel lang al weg, ja, al voor 6:30 en het is nu alweer 21:44. En over 21:44 gesproken te hebben, ik moet mijn medicatie nog innemen. Ook dat nog, foei, maar dat maakt niet uit. Ik zou er dus al een einde aan gaan breiden en ja, dat lukte niet, dus we doen het lekker gezellig bij deze. Ja, mijn hondje die heeft het net alweer een pak op zijn schouder gekregen, want meneer die lag daar in de hoek. En meneer was heel snekkie geweest om weer aan zichzelf te zitten te bijten. Gelukkig is het nog heel. Het zit aan de andere kant, wat ligt er nou op? Meeuw. Dat, ja, dat, het was drijfnat. Dus daar is het gelukkig bij gebleven, maar ik heb hem er wel op aangepakt. Hij moet dat niet doen, want straks is het weer knalrood, het bloed is er toe. En wat heet eraan, dan kan ik hem weer kaal maken daar. Vind ik zonde. En dus, maar oké. Zo je hadden moeten ze daar staan. Maar oké, mijn koffiewater heeft gekookt en ik zal even koffiewater op mijn koffie doen. En dan zal ik gelijk afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele goede nachtrust. Met fijne dromen. Gezond weer op. Met Gods zegen zal dat vast en zeker wel lukken. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Thank you.